Hoi. Hi. Vertel, is het ernstig? Ik denk het wel. Oké, goed. Je hebt de wegafzetting op dit moment redelijk onder controle, zie ik. Het is lekker rustig, dat is fijn. Ik heb mijn auto even zo geplaatst. Pijl staat naar rechts. Als het goed is het afgekruist, maar niet iedereen let er op. Ik ga even vragen en ik ga even kijken naar de schade. We moeten natuurlijk wel doorgeven bij ons als er schade is aan het wegdek, etc. Dan ben ik bij je terug en dan kan ik eventueel het verkeer van je overnemen, ja? Is goed. Oké, tot zo. Hoi. Goedendag. Hi. Hoi. Is het ernstig? Ja, we hebben net de persoon uit de auto gehaald. Het ligt nu achter de ambulance. Oké. Okay. Ja, hij is flink tegen de vangwagen geklapt, dus dat is voor jullie misschien handig om een melding van te maken. Ja. En wij gaan zo alleen nog even het wegdek inspecteren, maar daar lijkt niks mis mee. Oké, goed. Ik kijk zelf ook nog even ja. Tegen de van. Ja, oké. Okay. Ja, het is hard gegaan. Het takenwagen is er al, dat is mooi. Ja. Ik ga nog even met de ambu praten of hij nog bijzonderheden voor me heeft en dan zie ik jullie wel vertrekken. Wegdekken of de rijbaan is afgekruist, maar ze rijden toch nog wel hard door, dus pas maar goed op. Ja, is goed. Hoi. Hoi. Wacht even met afslepen, want ik neem aan dat de politie nog misschien wat onderzoek wil doen. Ik ga zelf even kijken hoe het met de vangrail zit. De brandweer zal gaan reinigen van het wegdek reinigen en eventueel stukken die hier nog staan of liggen, die zal die weghalen en ik zorg dan verder voor de afzetting. Ik ga even ga ik pas een beetje greep maken. Ja, is goed. Valt nog mee denk ik. Aan de schade. Ja. Hier mag sowieso wel wat aan het wegdek worden gedaan, maar dat is niet... Ja, of dat is hier... Nou, denk ik niet. Goed. Ik ga er een melding van op zetten. Goedendag. Goedendag. Hey, je hebt je meneer of mevrouw lag erin? Ja, ik ga niet patiënten overvoeren naar het ziekenhuis. Oké, helemaal goed. Heb jij nog bijzonderheden voor mij die ik moet weten? Iets wat meneer mij vertelde dat hij ergens anders nog tegenaan of tegen jou heeft verteld dat hij ergens anders nog tegenaan is gereden nee, ofzo? Nee, niet specifiek. Oké, goed. Bedankt. Succes. Dank. Ik ga even vragen voordat de takelwagen begint te slepen. Ik zal even vragen of de politie nog onderzoek wil doen. Of dat allemaal al is gebeurd. Ik denk het eigenlijk wel. Hè. Ik weet niet of jij dat hebt gezien. Ja, ik kwam iets later te plaatsen omdat ik vanaf een andere kant kwam, dus ik weet niet precies wat ze al gedaan hebben. Oké. Ik ga even vragen en hou hem maar even, laat hem maar even wachten. Hoi. Hi. Weet je toevallig wat ik nu zie of hij hier tegenaan is geknald? Collega? Want ik was ja, pas later. Het zou goed kunnen, volgens mij was het laatst wel een ongeluk, maar... Ja, niet nu dus. Ja, het hele... Nee, niet nu. Ik ga een hele melding van maken, want dat is helemaal kapot achter. Nee, is ook... dat snap ik. Als zo'n wachtwaard heen knalt, die komt altijd nog bij, dan heb je een flink probleem. Ja, even kijken, de ambulance is snel vertrokken zoals jullie misschien zagen en hoorden. De takelwagen is er ook al. Ik heb gezegd van ik weet niet of jullie nog onderzoek moeten doen of dat er allemaal is gebeurd. Ja, ik hoef verder niks meer te doen. Als het is gebeurd dan mag de auto van mij weg, maar jullie hebben het laatste woord. Ja, ik denk dat ik even contact opneem met de OVD en dan kijken we vanzelf wel verder. Oké, goed. Zal ik het verkeer van jullie overnemen dan?
Ja, dat is goed. Ja, is goed, dan kunnen wij ook wel door. Oké. Okay. Oké, okay, hoi. Hoi. Zal ik mijn auto verplaatsen? Laat maar even staan, voor zekerheid. Is goed. Kun jij het alleen of zo, denk je? Als iedereen weg is, dan zal ik inderdaad ook vertrekken. Oké, dan ga ik ook. Jo, is goed, dan haal ik de weg zo weer. Daarachter staat ook nog een collega, zie ik. Een Volvo stond daar. Ik weet niet of die, of je onderling even kan spreken dat hij ook kan vertrekken, wat mij betreft. Ja, is goed. Oké, tot de volgende. Jo.